Hallo allemaal. We zijn weer toe aan een nieuwe vlog. En die komt er zo aan. We zijn vertrokken uit Pijzen. Want, 16 nachten daar geweest. Alles uitgeprobeerd en gedaan. En hartstikke leuk. Maar goed, een camping is ook maar een camping. En we zijn terechtgekomen in Groningen. Ja. Bij Kardingen. De oude Grieze wil ook even wat zeggen natuurlijk, ja, want ik kan mijn mond natuurlijk nooit dicht houden. Greetje die heeft alle credits voor de vlog, want die maakt het en monteert het. Maar goed, elke keer is er weer een stapje verder bij het verlaten van het huis. En ik heb gisteren nog even in het huis geweest, heb ik weer een wasmachine verkocht en een droger. Nou ja, en... Ja, het huis wordt al helemaal leeg. Daar heb ik ook een stukje van gefilmd. Ja, nou en het lozen van het vuil water ging natuurlijk ook hartstikke goed in Pijzen toen we daar weggingen. Ja, ik heb daar een aantal leuke, ja eigenlijk meer dan een week wel, hebben we genoten van die camping. Alles uitgedokterd. Maar nu zijn we weer op ons stee, eigenlijk in de stad Groningen zelf op de camperplek. Is gratis en... Ja, je hebt geen voorzieningen, dus voor ons is dat natuurlijk ook wel even weer leuk, de vuurdoop van nou, hoe zelfvoorzienend zijn we. Onderweg hierheen zijn we nog even op een weegbrug geweest met de camper, om te kijken hoe zwaar we nu we helemaal beladen zijn. En we zijn in Musselkanaal geweest. Ja, waar hebben we dat biertje? Oh, dat ligt daar voorin. Ja. We waren 3920 kilo. Ja. Maar ja, daar komt mijn gewicht natuurlijk weer bij, want ik was even uit de auto gegaan. Dus ja, dan zit je gauw... Op 4000. 4000 kilo. Ja, we hebben geen weegschaal meer, dus dat scheelt. En we hebben net weer een gebakje gehad, dus ja. En toen zijn we nog naar Musselkanaal geweest, naar de fiets. Ja, want ik was stad en land afgezocht naar een fiets. Want ik was weer volbarig geweest en ik had mijn fiets weer verkocht. Hele goede prijzen voor kunnen krijgen. En er is toch weer iemand ingetrapt om die fiets te kopen. En dus had ik weer het geld over om een nieuwe fiets te kopen. Ja, stad en land afgezocht en gebeld. En tegenwoordig valt het niet mee om een fiets te kopen, want ze worden allemaal heel laat geleverd. Maar goed, het is een Riese Muller geworden en die hebben we bij een fietsenzaak, Roloffs in Musselkanaal, hebben we die gekocht. En die wordt waarschijnlijk volgende week krijgen we een mailtje. Dan wordt die geleverd, ja. En dan moet ik er even heen en dan fiets ik waarschijnlijk vanaf Musselkanaal weer terug. Maar goed, dat zien jullie allemaal in deze vlog. Veel plezier. Nu in Kardingen dus. Abonneren. Op de achtergrond zie je de twee beeldjes. Die hebben we uit Java. En abonneren. Duimpje. En een opmerking mag ook altijd nog, hè? Ja, leuk. Oh, dat mag wel? Oh, oké. Okay. Nou, toedeledokie. Tot de volgende keer. We staan bijna in een leeg huis en we hebben nog 2 weken of zo. Bijna alles is al weg. Nou, prima toch? Het is weer een onstuimige, regenachtige, buiige dag. Dus wij koken vandaag in de camper. Daar hebben wij een hele leuke hapjespan voor. Met aardappeltjes. En roerbakgroenten. Thank you.
wel. Oh. Wat? Geld? Ja. Oh. Ja? Goed, hè? Nou, bij eigen huis en tuin. Planten verpotten met zonne. Dat is wel heel moeilijk, denk ik. We zijn even lekker neergestreken bij Boom in Keizer. We gaan ons even lekker laten verwennen vandaag. Nou, zitten wij hier heerlijk te eten. In Peizen. Lekker hoor. Vandaag vertrekken wij van deze camping. We gaan eerst eventjes de camper laten wegen. Daarna gaan we naar Musselkanaal, naar een fietsenwinkel. En we zijn van plan om dan naar Groningen te gaan en bij Kardingen te gaan staan. Dus dat zijn de plannen vandaag. Eerst nog even waterlozen. De fietsen staan mooi achterop. Twee. Tot later. Ik zit hier even te wachten. Nee, Erwin is een proefrit aan het maken op een fiets. Dus ik heb net even een lekker bakje koffie gekregen. Ja, dit gaat hem worden. Heeft allemaal van die type slot van Abus. Bordeaux heeft allemaal van die foute sloten. Oké. Ga ik wel even kijken wat er. We zijn net even naar huis geweest en we staan nu hier bij Kardingen. Heel bekend plekje voor ons. Ja. Best wel veel campers al, maar plek genoeg. Dat mag wel. Misschien is hij wel dood. Dat kan maar zo, maar hij leeft altijd heel ongezond, hè? Is dat? Kijk, we staan nu in Kardingen. Dan heb je gelijk visite. Ja, er zijn nog heel bij. Heel gezellig allemaal. Ja. Ik zeg in vervolg gewoon, wij zitten in de Adria. Ja. Ik snap het allemaal. Moet buiten wachten. Die mensen een fles wijn. Ja. Erwin gaat even naar huis. Ja. En de visite gaat weer weg en de nieuwe visite is er alweer. Hallo, geen visite. Nee, geen visite hoor. Dat is eigen volk. Daar komt Erwin aan. Hij komt thuis van zijn werk. Hallo. Daar ben ik alweer. Ja, hartstikke goed. Nou, zo. Komt hij er alweer aan. Nou, dan zien jullie een beetje waar we zo al zitten. We gaan straks eten bij Sanne en David en Angelita heeft gekookt. Dus daar gaan we straks heen. Doei. Maar ik weet niet of je dat in deze vlog ziet of in de volgende. Maar dat merken jullie wel. Tot de volgende keer.